Herman Valks is voorzitter van de Stichting Verenigingsleven Arsen en daarnaast ook voorzitter van de plaatselijke voetbalvereniging DEV. Alles bij elkaar een flink aantal uren dat Herman wekelijks vrijwillig voor de verenigingen aan het werk is. We hebben eigenlijk 3-4 grote sportverenigingen en die hebben allemaal een heel bolwerk aan vrijwilligers. En naast dat ze zeg maar, apart zijn, hebben we ook nog een samenwerkingsverband. Een stichting hebben we erboven gezet. En die stichting zorgt er eigenlijk voor dat we proberen eigenlijk nog meer sport en spel in het dorp te krijgen. Dat nog meer jongens en meisjes gaan spelen en bewegen dan nu dat het geval is. Hij is ook 3 toernooien gehuurd vandaag. Hè? Ja, ja. De jongste jeugd dan achter elkaar door. We merken wel dat het steeds meer begint te leven in het dorp. Bijvoorbeeld laatst hebben we een prijs mogen winnen in Venlo, de Fair Play Award. Nou, daar zit je als vereniging, als stichting toch leuk mee op de kaart. We hebben nog geen sponsorwerving gedaan. Het zou zomaar kunnen dat we straks wat gaan organiseren en daar sponsors bij nodig hebben. Dus misschien dat we daar dan profijt van hebben. Maar kijk, we hoeven niet zozeer in de schijnwerpers te staan. Het gaat ons gewoon fijn op de achtergrond bezig te kunnen zijn dat de jongens en meisjes kunnen spelen. Ik ben graag op het sportpark, dus als we thuis spelen op de zondagen, dan ben ik de hele zondag hier. Daar hoort het toch een beetje bij, een beetje laten zien, een beetje babbelen links en rechts. Nee, het is zelf een blessure, de gast, of niet? Ja, daarnaast is het gewoon een vergadering die je eens in de week gemiddeld wel hebt. En ja, wat telefoontjes plegen, wat mensen spreken. Het is moeilijk om een aantal uren uit te drukken. Nee, maar dat maakt het niet uit. Ik doe het vooral voor het dorp, voor de mensen en artsen zelf. Daar doe je het voor. En of je dan 4 of 5 of 10 uur in de week daarmee bezig bent. Ja. Ik zeg altijd, het is niet vrijblijvend, maar wel vrijwillig. Maar daar moet je een juiste mengeling in zien te vinden.